Lotus. Een naam die bij autoliefhebbers wereldwijd meteen doet denken aan snelle, lichte auto's. Op het circuit en op straat. Na een turbulent leven is het merk sinds 2017 eigendom van het Chinese Geely. Dat ook eigenaar is van Link & Co, Polestar en Volvo. Sindsdien waait er een frisse wind door de fabriek. Er is geld in overvloed en de expertise van de Engelsen op het gebied van extreem goed rijdende auto's wordt gecombineerd met de Chinese kennis van de digitale wereld. De Lotus Emira rolt inmiddels van de band en deze extreme Evija wordt volop getest. Maar de grote klapper wereldwijd moet deze worden, de Lotus Eletre. De eerste volledig elektrische hyper-SUV. Hij ziet er snel en sportief uit voor een SUV. Maar een grote zware auto is iets dat voorheen helemaal niet te rijmen was met Lotus. De toekomst moet het tegendeel bewijzen. En daarvoor wordt er ook teruggekeken naar het verleden. Er was een car in de 60s, een racecar, called the Lotus 30. En dat was een heel dramatische shape. The front fenders and the rear fenders were very pronounced and the cockpit was sunk way down. That form language really creates that very strong, natural and yet sporty look. That was the start, I think, of what we've been using for the last three decades or more. We're not doing retro, we're not repeating the past. I'd say we're reminding of the past. The new cars look very modern, very new, even if they do have their roots so far back. The Lotus 30, the Emira and the Eletre. All those cars have in some part the same look. That low front, the rise over the front wheel, the dip down through the cabin area and then back over the rear wheel. Older people will probably remember the 30 and see how that has developed. Younger people who see the new cars will realize that there has been a very strong heritage running through all these years to create that DNA that we call Lotus. De Eletre zit vol techniek waar de Engelsen nog nooit mee gewerkt hebben, zoals functies om autonoom te rijden. Maar dat wordt dankzij de Chinese kennis rap gecorrigeerd. Tegelijk moet de afwerking ook snaarstrak zijn, want het merk wil concurreren met Porsche en Maserati. Maar ook Aston Martin, Bentley, Ferrari en McLaren staan op de korrel. Een merk als Lotus kan het echter niet alleen hebben van geschiedenis, design en luxe. Het merk heeft ook een naam hoog te houden als het gaat om rij-eigenschappen. Iets dat Gavin Kershaw maar al te goed weet. I've been at Lotus 34 years, looking at all the future cars, bringing our DNA through from our heritage. From the way we sit in a car, the way it sounds, to ultimately the way it drives and feels. There's two main things that really give a Lotus its character. We can make, you know, a vehicle like the Eletre feel as nimble as the smallest of the least because we have all the technology of rear steer, active roll control, active damping technology, and then aerodynamics. Hij komt er in twee varianten, met 612 pk of liefst 918 pk. In dat laatste geval doet hij 0 tot 100 in 2,9 seconden en heeft hij een topsnelheid van 265 km per uur. Anyone who's questioned Lotus doing an SUV, forget it. Feels like a Lotus inside. It is a true Lotus.